Eerst daar Maaike, want premier Rutte die houdt zijn poot stijf in Brussel. Ja, want we willen natuurlijk niet nog meer geld betalen aan de Europese Unie. Dat kan nog wel eens spannend worden de komende tijd, omdat ze bezig zijn met die Europese meerjarenbegroting. Rutte heeft gisteren gedineerd met de EU-president in Brussel. Daarna heeft hij gezegd dat hij echt vasthoudt aan zijn eis dat we de komende 7 jaar hetzelfde blijven betalen aan de EU. Er werd natuurlijk gevreesd dat de druk ontzettend hoog wordt opgevoerd en dat Rutte uiteindelijk geen nee kan verkopen. Dat lijkt dus vooralsnog in ieder geval niet aan de hand te zijn. Nou, meneer Bruin, u kunt er als VVD'er waarschijnlijk blij mee zijn dat dit de boodschap is van Rutte, of staat u er anders in? Als belastingbetalende Nederlander ben ik er blij mee. Ik ben overigens ook blij dat we lid zijn van de Europese Unie, want als klein exportland hebben we daar natuurlijk heel veel voordeel van. En tegelijkertijd ben ik als Nederlander heel blij dat onze minister-president inderdaad zegt, jongens, we gaan niet nog meer betalen dan wat we al betalen. Maar hij kan het wel zeggen, maar kan hij het ook volhouden? Hem kennende is het antwoord op die vraag ja. Nou, maar daarvoor was het toch al een paar keer nee en toch uiteindelijk betaald. Dus ik ben heel blij dat hij dus nu een hele duidelijke statement maakt. Dat hij zegt, dit is echt wat we bijdragen en dat is het. En dan en als hij erop terugkomt, dan is dat in ieder geval weer zoals we dat eerder hebben gezien. Ja, dat is nog... Ik heb er alle vertrouwen in dat hij echt wel voet bij stuk houdt. Okay.